Ik kijk er weer een beetje vooruit. Na de zomer is er weer een nieuw seizoen, al was het maar een televisieseizoen. Wat mij bijzonder interesseert is lokale media. Hoe gaat dat? Gerrit, jouw achternaam is? Goedhart. Je bent lid van de gemeenteraad. Ja. Lokale media. Ik vind ik heel belangrijk. Ik heb daar een boekje over geschreven dat heet Micromedia. Ik vind dat die hele kleinschaligheid heel goed. Nou, kom jij uit het CDA. Hoe kijk je die aan tegen die kleinschaligheid? Nou, wij zijn wel voor kleinschaligheid, maar het leuke van de lokale media in Amsterdam is natuurlijk dat je er ook gewoon in de praktijk, afgezien van alle theorie, mee kennis maakt. En ik denk dat het volgend seizoen, als we toch weer een beetje naar de verkiezingen gaan toewerken, dat het voor de lokale media in Amsterdam een hele goede tijd zal worden. Omdat iedereen natuurlijk wel op allerlei media wil verschijnen en er van alles wil verkondigen. En media zichzelf daar ook in kunnen profileren. Ben je blij dat er nog verschil zijn? We hebben niet alleen de nationale media, we hebben AT5, waarvan wij als wat onafhankelijk dan zeggen, die zijn een beetje betaald door de gemeente. We hebben ook Salto. Je hoort heel veel kritiek op het beleid. Ben je blij dat er zo'n levendige heen en weer praterij is? Nou, ik ben blij dat we niet alleen AT5 hebben, maar juist ook al deze wilde zenders, zal ik maar zeggen, die je dan op Salto ziet. En in het najaar ook Mister met een eigen commercieel kanaal? Nou ja, jullie houden goed vol en jullie worden steeds actueler en dus ook steeds meer smaakmakend, denk ik. En dat is natuurlijk wat je met kranten ook altijd zegt nodig te hebben. Je moet een beetje de pluriformiteit van de pers hebben. Als we alleen maar AT5 zouden hebben, waar we als gemeente inderdaad natuurlijk wel wat aan meebetalen, dan denk ik niet dat het een leuke afhankelijkheid wordt, een wederzijdse afhankelijkheid die niet gezond is. En het is juist leuk als er ook een paar vrije jongens rondlopen die ook thema's kunnen oppikken die ze zelf interessant vinden en ook nog eens wat kunnen ontwikkelen. Nou, jij komt van het CDA, op het moment toch een minderheidspartij, zit niet in het gemeentebestuur, hè? Jullie zijn oppositiepartij. Denk je dat je voldoende aandacht zult krijgen van de media in het komende jaar? Ja, ik denk dat het CDA toch wel interessant is, omdat het natuurlijk een beetje een aparte partij is in Amsterdam. We zitten al twee keer niet in het college, maar we zijn oppositie, we zijn ook erg klein. Maar we hebben ook een wijze van denken en misschien ook een publiek dat wel anders kan zijn en andere dingen naar voren kan brengen dan de grote meerderheid van collegepartijen, ja, bijvoorbeeld. Spit, hè? Jullie fractievoorzitter en toch al heel lang een gezichtsbepaler, laten we maar zeggen, voor het CDA, heeft gezegd: ik ben zo gefrustreerd, men luistert niet naar elkaar in de gemeenteraad. Wij als kleine partij worden niet serieus genomen. Men luistert, maar ik had begrepen, ging al niet alleen voor de rol van het CDA, maar men luistert gewoon niet naar elkaar. Nee, maar Spit is natuurlijk zelf het beste bewijs van wat ik net zei over het CDA. Dat je juist met een ander geluid, vanuit een andere invalshoek, toch heel interessant kunt zijn. Want Spit is binnen de raad en ook denk ik buiten de raad een zeer gerespecteerd raadslid. Op zijn eigen titel vanwege zijn ervaring en zijn politieke inzichten. Zo'n man kun je niet missen. Maar wat hij als probleem aanstipt, er is een coalitie van collegepartijen. Die hebben met elkaar afspraken gemaakt. En het is niet een huwelijk uit liefde, maar het is echt een verstandshuwelijk. Dus alle grote onderwerpen zijn door tweeën gedeeld. En daar kan niet aan gesleuteld worden. En daardoor ontstaat in de raad een situatie dat er over de grote onderwerpen vaak niet echt goed gepraat kan worden. En de stadsprovincie bijvoorbeeld, dat was een heel goed voorbeeld. Dat was gewoon afgedekt van tevoren. En het debat in de raad, voor zover het plaatsvond, dat was heel anders. Het ging niet meer over inhoudelijk, maar nee, gewoon nou ja, men kon wel nog tot op zekere hoogte zeggen wat men zelf als partij dan vond binnen die coalitie. Maar als het op stemmen aankomt, dan heeft men toch van tevoren de afspraken gemaakt. En dat is met name iets wat heel frustrerend is. En Spit heeft zich daar geërgerd dat hij daar een aantal keren tegen opgelopen is. Maar ik vind het grappige dat vandaag, nu we over de stadsdelen hebben gepraat, dat we nu voor het eerst hebben gezien dat omdat de collegepartijen er samen niet uitkwamen, omdat VVD en D66 enerzijds en PvdA anderzijds toch over het aantal stadsdelen of dat kleine. Ja, het gaat dan helaas vaak toch wel over de aantallen. Daar komt het dan uiteindelijk op uit. Maar er zat natuurlijk ook van alles achter aan gedachten. Wat moeten stadsdelen zijn? Welke functie vervullen ze in de communicatie tussen bestuur en bevolking? Daar zijn verschillende filosofieën over. De VVD wil eigenlijk het liefst zo groot mogelijk. Het PvdA wil juist zo klein mogelijk. D66 zit er net als CDA vaak een beetje tussenin.
Zij kwamen er met de coalitiepartijen niet uit en toen is GroenLinks erbij gehaald en het CDA is er ook bij gehaald. En met z'n vijven hebben we wel een soort voorstel gemaakt waar iedereen wat van zichzelf in kon terugvinden. En ook iedereen het idee had van, dan hebben we toch een vrij gezonde oplossing gevonden. Dus toch een rol voor kleinere partijen. Zeker. Een andere rol die ik zie. Dat is ook wat spit en wat wij als CDA altijd wensen, dat we op grote onderwerpen als raad open met elkaar debatteren. En dan kun je ook tot vruchtbare oplossingen komen. Nou, even een heel grote groep. Allochtoon, Amsterdam 11, 12, weet ik veel hoeveel procent, allochtone mensen, maar ook heel veel mensen die gewoon een andere denkachtergrond hebben. CDA komt uit de christelijke hoek, maar toch ook een beetje uit de confessionele hoek. En ik zie een soort toenadering toch tussen, zeg maar, mensen, gelovige mensen in zijn algemeenheid, en daar mag je dan ook nog de islam of de boeddhisme of weet ik veel wat bij rekenen, en het CDA. Er is een soort gevoel dat die mensen meer aandacht hebben voor de traditie. En of dat nou een traditie is binnen de islam of binnen het christelijk denken. Ja. Eigenlijk proberen jullie dus de allochtone kiezers een beetje naar je toe te trekken. Nou, of we ze naar ons toe trekken zo actief, we zijn er wel open voor inderdaad. En we ondernemen daar ook wel actie in. Maar die mensen komen ook zelf wel naar ons toe. Naarmate ze politiek bewuster worden en actiever worden, hebben ze toch vaak inderdaad het gevoel dat vanuit de achtergrond, die toch heel sterk door het geloof is bepaald, dat ze in het CDA een partij hebben die daar meer respect en openheid voor heeft. We hebben op het ogenblik En dan moet ik minder christelijk als wel gelovig democratisch op. Nou, ik zeg altijd, met de islam hebben we misschien niet dezelfde hemel, maar we hebben op aarde kunnen we wel een heel eind met elkaar overweg. Dus we hebben wel vanuit onze achtergronden, onze verwante geloven, hebben we toch heel wat gemeenschappelijk wat we ook politiek vorm kunnen geven. En denk je dat dat belangrijk is om die dreigende ghetto-vorming van die wijk om dat tegen te gaan? Dat is ongelooflijk belangrijk, ja. En ik ben er ook wel optimistisch over, eerlijk gezegd. Ik maak me nog het meeste zorgen over de jeugd. Dat wanneer de ouders niet politiek actief worden, dat je op een gegeven moment in Amsterdam een situatie ziet dat jongeren allemaal met messen rondlopen en op die manier hun conflicten beslechten en totaal geen enkel politiek bewustzijn hebben. Dus we moeten er heel actief naartoe werken, ook met het oog op de jeugd, dat je inderdaad dat democratische bewustzijn, wat natuurlijk heel wezenlijk is voor het oplossen van je maatschappelijke problemen ook, hè? Het begint heel klein. Maar dat moet je niet met geweld oplossen. Nee. Je noemde nou die messen, maar wat mij dan opviel is dat toen de politie een inval deed, werden er 19 op 200 zoveel mensen of 300 zoveel mensen, 19 bivakmutsen gevonden en 2 zakmessen. Ja, nou ja, dat is een goed voorbeeld dat messen en bivakmutsen komen niet alleen bij allochtone jongeren voor, maar ook wel degelijk nu bij Nederlandse jongeren. En dus die hele jeugd is in politiek bewustzijn natuurlijk aan het verminderen. Zou de gemeente in het komend jaar daar geld voor moeten uitgeven om in zijn algemeenheid de jeugd bij die politiek te betrekken, zonder te zeggen... Ja, dat vind ik enorm belangrijk. Ja. Dat je gewoon de waarde van de democratie weer duidelijk gaat maken en jongeren ook bij allerlei projecten betrekt. En dat hoeft helemaal niet zo theoretisch. Bijvoorbeeld die Noord-Zuidlijn nou weer. Wij hebben als CDA-fractie gezegd, mijn fractiegenoot Frank Nierenmut, die uit het onderwijs komt, die heeft gezegd, je moet de scholen en de jongeren bij het graven van die tunnels betrekken. Dat je ze laat zien hoe dat gaat en hoe spannend dat eigenlijk is en hoe interessant, hoe je aan een stad werkt. En dan kom je vanzelf ook wel bij alle politieke vraagstukken die er verband mee houden. En dat is gewoon leuk om dat te doen. Frank Nierenmut is niet allochtoon, maar wel gekleurd. Ja. Wordt hij de nieuwe fractievoorzitter van het CDA? Want dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Nou, wij zijn in afwachting als fractie, want dat bepaal je niet als fractie, maar de partij die heeft daar een commissie voor, die praat met allerlei mensen en we weten het in september. Maar het zou wel een unicum zijn? Het zou inderdaad de eerste allochtone tussen aanhalingstekens lijsttrekker zijn in Amsterdam. Wethouders hebben we ook nog niet gehad. Dus er zijn nog allerlei opties inderdaad. Ja, nou, het zou mijn goede zaak lijken, niet omdat ik Frank Nierenmut ken, maar het idee dat toch ook andere bevolkingsgroepen in de stad gewoon zich herkennen in de politiek lijkt me een hele goede zaak. Ja, nou, en plus dat Frank natuurlijk CDA is en dat hij deskundig en bekwaam is. Gerrit, bedankt. Nou. Okay.